Toen was ik wel even mentaal kapot van binnen. Vandaag een spannende dag voor Alireza, want hij kan kampioen worden in de Eredivisie. Vandaag nog 4 wedstrijden tegen Feyenoord, FC Utrecht, Willem II en VVV. We gaan hem de hele dag volgen, maar om te voorkomen dat hij nerveus wordt, volgen we met verborgen camera's. Ik ben echt op tijd naar bed gegaan. Ik ben om 9 uur al naar bed gegaan. Dat heb ik al 10 jaar volgens mij niet meer gedaan. Volgende ochtend sta je op tijd op. Dan moet je eigenlijk eten. Ik moest ook eten van mijn ouders, maar het lukte gewoon niet. Want ik moest de hele tijd kokhalzen. Maar dan stap je de auto in, word je opgehaald door je vriend Ibo. En dan rij je richting het stadion. We kwamen al bijna te laat, want we hadden volgens mij rond 8 uur al afgesproken bij het stadion. Ja, bij... Ons ritueel blijft hetzelfde, hè? Ja. Gisteren opnames gehad van de Foxy Club, Foxy Mascotte. Ik zeg, die laten we hangen vandaag. Oh, dat zeg ik. Ik zit met mijn hoofd er sowieso niet bij. Misschien als hij dat nou zou zeggen, dat ik zou zeggen van, hoezo dat nou weer, weet je wel? Maar op dat moment zit ik met mijn hoofd al bij de wedstrijden die ik nog moet spelen. Hoe is het gegaan? Ben je een beetje bijgekomen? Jawel, alles spannend. Minsk. Nee, oh, nu? Rustig, spannend. Man. Wat spanning. Je bent er goed voorbereid. Ja. Je bent niet voorbereid. Ali, als je iets wil eten, moet je zeggen. Ik heb serieus krezentje in mijn tas zitten. Begin een beetje te ontspannen, nu met ons erbij. Er ging echt van alles doorheen van binnen, maar ik liet het niet merken aan de buitenwereld. Guus vroeg de hele tijd, wil je niks eten? Wil je niks? Moet ik hier stoppen? Moet ik daar stoppen? Ik zei, nee, rij nou maar gewoon door. Ja, maar als je daar straks aan zit, even 10 minuten, de eerste 10 minuten van de wedstrijd even bijkomen. De opnames van de plaats bij Endemol in Amsterdam, daar kan hij ieder moment aankomen. Ik ben er alvast, ik heb de camera en de sjaal. Daar ga ik de camera straks in verstoppen. Hij zal er niks van merken. Ja, en dan komen we daar uiteindelijk aan. Loop je door die hal en dan gaat er weer van alles door je heen. Het gaat nou echt gebeuren. Mondhaal. Ja. Ja, nerveus. Toch wel anders dan andere dagen. Is ook logisch natuurlijk. Hij kan kampioen worden en... Ja, ik merk het gelijk en ik had croissantjes meegenomen. Ali, ik heb croissantjes voor je, daar houdt hij van, maar hij wil geen croissantjes, nee. Hoe voel je? Wat is PSV? Romal-1. Ja, Romal had zo'n sjaal in zijn handen, zo'n zwart-grijze sjaal in zijn handen. Dat had hij nooit eerder gehad. Maar ik dacht wel van, oh, hij heeft die sjaal meegenomen voor als ik kampioen ben, gaan we een beetje slingeren of zo, daar weet je wel. Handen zijn witte. Zo heb ik ook de handen en de volgende. Nee. Gooi ze even los. Zo stond hij dan. Zijn arm stond dan op zijn knie en had hij die sjaal zo in zijn handen. Ja, en dan praten we van alles inderdaad. En dan geeft hij een hand en dan loopt hij weg. En dat is het, ja, uiteindelijk. En dan ben ik alleen. Het was echt een gelijk opgaande wedstrijd, nek aan nek. Uiteindelijk verlies je met 4-3 en dan ga je echt met een klote gevoel die wedstrijd uit. Want dan gaat het in je hoofd spelen van ik moet er nog 3, waarvan ik moet ze gewoon winnen, anders is het klaar. Want anders, Roda gaat sowieso geen punten meer verliezen. En qua doelsaldo sta je nog wel voor, maar dan moet je nog tegen Utrecht, Danny Hazenbroek. En je weet dat hij de top het moeilijk kan gaan maken. Oh, je moet geen druk voelen, je hebt het niet gewoon aan zeker gedaan. Het is sowieso een succesvol seizoen. De moed had ik nog niet opgegeven, dat zeg ik wel eerlijk. Maar ik wist wel, als ik van Utrecht niet win, is het klaar. Mocht je gelijk zijn of achterstaan, rond de 60 minuten kan je al een beetje risico's nemen. Mocht je scoren, kan je altijd weer terugzetten naar je eigen formatie. Ja jongens, Ali speelt nu zijn tweede wedstrijd van vandaag tegen FC Utrecht. Als we deze winnen, staan we qua puntensaldo staan we gelijk, maar qua doelsaldo staan we dan voor. Dus dan komt Ali weer op nummer 1 binnen, dus duimen. Maar de wedstrijd begon dus tegen Utrecht. En dan
begin je wel een beetje te shaken van binnen. Ook, je hebt mijn handen volgens mij. En dan gaat het toch wel echt in je hoofd spelen van als het dit nou zo blijft, dan is het wel echt klaar. Toen was ik wel echt kapot en wist ik van dit moet ik even recht zetten, want anders is het echt klaar. En dan kan ik de rest van de dag niet overleven, wetende dat je nog 2 wedstrijden moet spelen en je concurrent sowieso alles gaat winnen, want die geeft het ook niet weg. Goed herpakt man, sterk gespeeld jongen. Zag je die goal die ik tegen kreeg? Ja. Bijna gek, ik dacht niet weer. Wat deed de keeper man? Wat deed de keeper? Nee, je hebt lekker gespeeld. Ik weet niet wat doelstand is. Plus 5 of plus 4 minimaal. Mijn directe concurrent Tom Heijnen van Roda JC hield ik stiekem wel in de gaten. Tot aan de wedstrijd van Sparta, want die moest ik echt zien. Want Sparta was de enige die hem misschien die dag kon pakken. Lef Vinken trouwens. En hij verliest hem uiteindelijk. En dan heb je ja, die positieve boost die na de wedstrijd tegen Utrecht ging, spat dan al helemaal uit. Want dan weet je wel, het is bijna klaar. Je mag natuurlijk niet zeggen van het is klaar, ik ben kampioen hier. Maar ik wist wel van ik ga die pot tegen Willem II en VVV gewoon helemaal afmaken. Ik ga ze helemaal kapot maken. Ja, jongens, derde wedstrijd tegen Willem II. Hij is echt zenuwachtig, hij heeft het heel koud en zo. Hij heeft ook bijna niks gegeten, hij had het zelfs over kotsen, dus ik hoop dat er niks gebeurt. Succes, Ali. Derde wedstrijd tegen Daniel van Willem II. Ja, hij staat er bekend omdat hij vooral agressief is. Als hij achterkomt, dat hij rode kaart gaat pakken, spelen, stekkelen. Ja, dat wist ik wel van tevoren. Had meteen de 1-1 gescoord daarna, de aftrap. En, de voorsprong heb ik echt heel makkelijk kunnen uitbreiden. Ik had er niet heel veel moeite mee. Ik won uiteindelijk 6-1, maar toch, hij bleef tackelen en rode kaarten pakken. Ik ging wel eens 1-1 met de keeper en dat hij mij daar van achteruit onderuit haalde. Ja, vind ik natuurlijk niet kunnen van binnen, maar moet hij zelf weten. Als hij daar blij van wordt, dan doet hij dat maar. Uiteindelijk ben ik degene die met de drie punten ervan doorgaat. De laatste wedstrijd tegen VVV, die staat dan 17e, 1 plaats boven NAC, Sandro Kooijman. Met alle respect, een hele goede jongen en hij doet ook uitstekend zijn best. Maar goed, dat is dan de laatste wedstrijd. En je weet dat je met doelsaldo plus 12 of plus 13 voor Tom staat. En dat je dit 100% niet meer mag weggeven. En je staat nog 3 punten voor, want Tom heeft natuurlijk van Sparta verloren. Ja, dan ben je lekker kampioen en dan wacht je. Dan, ja, op mijn ooghoeken zag ik al dat de camera's kwamen na de 80ste minuut, dat ze zich allemaal aan het voorbereiden waren. En na het laatste fluitsignaal kwamen ze al meteen bij me van ja, kampioen, ja, de bloemen, champagne, Romo, kom naar mij toe, Ibo, kom naar mij, Guus, kom naar mij, Bram, kom naar mij, gefeliciteerd, dat. Interviewtjes afgeven. PSV TV is er ook de hele dag bij geweest. Wel. Je hebt het niet doorgehad, hè? Ze waren de hele dag. Ga weg, man. Ik zat je ook de hele dag te filmen. Had je die sjaal door? Ik had de hele dag een sjaal vast, toch? Ja, dat was ik. Denk, daar zat deze camera in. Ah, had je niet doorgehad? Man. Nee, heb ik niet gezien. Jij gaat gewoon achter jou staan. Ja, zeg, maar heb je deze Foxy ook gezien vandaag? Ja, we hebben gezien. Oh, jongens. Kijk eens. Kijk eens. Daar zat, daar zat de camera. Dus we hebben je de hele dag gevolgd. Wist jij daarvan? We hebben je de hele dag gevolgd, de hele dag opgenomen. Dus dat was echt mooi. Zeker. Je hebt het verdiend en geniet ervan, man. Ja, man. Dat doe ik zeker. Prachtig. Dankjewel. Dus wij rijden terug naar het stadion en zijn we uiteindelijk bij het stadion beland. Ik heb nog onderweg geslapen, want ik was echt kapot moe. Ibo sliep nog tegen mij aan, dat weet ik nog. En we waren echt helemaal kapot. Uiteindelijk bij het stadion aangekomen zei Guus van ja, we hebben nog een kleinigheidje voor jou in de e-room liggen voor als je kampioen zou worden. Dus ik dacht, ja leuk, misschien chocolaatje of zo, weet je wel, iets leuks. Hoi allemaal, ik ben het zusje van Ali en wij zijn hier met... Ja. Ja. Ja.
take 2. Hallo allemaal, ik ben het zusje van Alrisa. We zijn hier met vrienden en familie. Hey! Alrisa is zojuist kampioen geworden in de E-divisie en we gaan hem zo straks verrassen. Man. En opeens confetti's van alle kanten. Van, ja, hoe heet zo'n ding? Koffer. Dan loop je door naar achteren en dan komt de poppen zo in je gezicht. Confetti's alle kanten, je familie staat daar, je vrienden staan, je neefjes staan daar. Ja, en dan kom je hier, dan staat zijn hele familie hier gewoon. Ja, dat is gewoon fantastisch. Iedereen is er, iedereen weet alles al. En ik ben weer natuurlijk degene die hier dom is en van niks af weet. Vanaf de ochtend al, gewoon in de zeik genomen. En dat is wel leuk om mee te maken. Jongen, zeg. Uiteindelijk was het een dag die ik nooit meer in mijn leven ga vergeten. Wat mijn kinderen misschien zelfs kan gaan vertellen, kan laten zien volgens mij ook. Ja, het is schitterend. Ik ben heel tevreden. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal.